akkoord. Dit is Beneden Peil. We stonden net op de bus te wachten om naar het concert van Only's F'n Lab te gaan. Maar de bus die reed gewoon door en liet ons staan. Nu is het wachten op de volgende bus. Maar voor het geval dat hij weer niet komt, gaan we maar vast lopen naar de volgende bushalte. We zijn net op tijd aangekomen voor de bus. We zitten erin, dus we zijn onderweg. Nu hopen we dat we nog op tijd aankomen voor het concert. We zijn aangekomen bij het concert van Only's F'n Lab. En we zijn met een echte fan, Naomi. En we gaan proberen vanavond voor haar een handtekening te scoren. Het concert is afgelopen. Het was super cool. We gaan nu kijken of we de handtekening kunnen regelen. Volgens mij gaat het lukken. Pak je handtekening. Omdat je ze lief vraagt. Dit wordt de laatste handtekening. Daar hebben we alle handtekeningen van de band. We hebben alle handtekeningen. Dankjewel, Beneden Peil. Wij hebben iemand gevonden die graag wil vertellen hoe die nog was toen hij nog vrouw was. Spannend. Hallo. We hoorden net dat dit het laatste concert van Haribo Macht Kindervo in Flevoland was. Dus we gaan even vragen wat de mensen hier ervan vonden. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het echt hartstikke vet. Hi Rob. Hey Rob. Hey Rob. Wat vond je van No Turning Back? Fijn. Wat vond je ervan dat Haribo Macht Kindervo ermee stopt? Ja, ik vind het wel grappig. Wel grappig? Ja. Volgens mij is het heel tof. Jawel, jongen. Welkom bij Beneden Peil. Beneden Peil. We zijn vanavond bij de 16e editie van Basic Bass, het vetste drum en bassfeest in Lelystad en omstreken. De kaartjes zijn al uitverkocht, maar gelukkig hebben wij nog kaartjes weten te bemachtigen. Iedereen gaat hier helemaal los op de dansvloer. Dus wij gaan op zoek naar de allerbeste danser van vanavond. Met als prijs eeuwige roem. Dit is Chelsea en Chelsea stelt zich kandidaat voor de danswedstrijd. We hebben nog een kandidaat voor onze danswedstrijd. Hoi, ik ben Daimi en ik ga buiten dansen. Zou jij mee willen doen aan onze danswedstrijd? Maar ik kan helemaal niet zo goed dansen. Dat maakt niet uit. Nou, vooruit dan, denk ik. Ik ben hier met Seba en Seba gaat voor ons een stukje hakken voor de danswedstrijd. Samen, hè? Oké, samen. 3, 2, 1. Super vet. Echt heel gaaf hier, stoppen. We hebben een keuze gemaakt. De beste dans was van Demi met haar buikdansen. Hier is onze winnares. We willen vanuit Beneden Peil willen we jou de prijs geven dat je de beste danser van de avond was. Ongelooflijk vet, totaal niet verwacht. Basic Bass is super gaaf. Beneden Peil super gaaf. Shiva. Dit was Basic Bass voor vanavond weer. Helaas is het afgelopen. Als ik zo naar de troep kijk, ben ik blij dat ik er niet op hoef te ruimen. Sowieso. We staan hier vandaag in Lelystad voor de Kubus, want hier is vandaag de regiofinale van de kunstbende. Wie zijn jullie en wat gaan jullie doen? Nou, wij zijn UDX, de Ultimate Dance Experience, en we komen uit Zeewolde. Dit was de kunstbende 2011, tot volgend jaar. Nou, tijd is op, dus de winnaars die moet je zelf maar even googlen. United betekent verbonden met elkaar. Heb je een beetje het gevoel van United hier vanavond? Ja, absoluut. Het is echt een super gezellig feestje. Jawel man, mensen komen hier binnen van alle soorten. Het is geweldig. Weet je, gewoon chilling, relaxed gevoel, high grade erbij. Leuke avond. Ja, het is prachtig. Het is uitverkocht. Welkom bij Beneden Peil. We zijn hier vandaag bij het Bevrijdingsfestival in Almere. Clear uit! Wow. Hey, goedemiddag. Yeah. Hallo. Hallo.
Wat betekent bevrijdingsfestival voor u? Bevrijdingsdag. Bevrijding is heel wat hier. Kijk om je heel veel mensen zien om je. Wat betekent vrijheid voor jou? Vrijheid voor mij, nou suipen en rondhangen en chillen, wat ik maar kan, doen wat ik wil. Ja. Mag ik wat vragen? Ja, tuurlijk. Wat is de bevrijdingsdag voor jou? Wat vier je dan? Ik vier mijn vrijheid in de breedste zin van het woord. We staan hier nu bovenop de kar die uitsteekt over het hele bevrijdingsfestival. Het is echt geweldig hier, we hebben het toch voor elkaar. En het is echt geweldig, geweldig. Dit was Bevrijdingsfestival 2011, dankjewel. Het is alweer bijna kerst en daar gaan we natuurlijk iets mee doen. We gaan langs de deuren met onze beneden pijl kerstboom om te vragen of mensen iets geks hebben om erin te hangen. En dit jaar doen we nog iets extra. We vragen of mensen woordjes hebben die wij kunnen gebruiken om een kerstrap te maken. We willen een beneden pijl kerstboom maken. Heeft u toevallig iets geks of iets leuks om erin te hangen? Vorige week zijn we met onze beneden pijl kerstboom langs de deuren geweest om woordjes te verzamelen voor de kerstrap. Deze week gaan rappers Showbiz en Eggman daar een kerstrap van maken. Yay! Beneden pijl bestaat deze maand 10 jaar. Daarom gaan wij de stad in om wat mensen om een mening te vragen.